Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. En in de vorige aflevering hebben jullie gezien hoe wij gingen verhuizen. En ondertussen zijn we weer een week verder, anderhalve week zelfs. En wij zijn langzamerhand een beetje het huis aan het upgraden natuurlijk. Ja, ik doe op mijn telefoon, dus ik kijk een keer op de schermen. Dat maakt dan niks uit, joh. Moet je zien hier, hè. Ik heb hier LED-lampjes, let op. Oh, hier hebben we afstandeling ervan. Ik kan allemaal verschillende dingetjes opzetten, dit wel. En hier laten springen en zo. Ja, je kent hem natuurlijk ook gewoon in normale kleur. Ja. Ah, mooi. Maar dat is nog niet alles. We hebben ook een Timo heeft zijn toolie nou hier neergezet in plaats van hier zo. We hebben nou ook een een nachtkastje, die heb ik vorige week ook nog in elkaar staan zetten. Dus let op. Deze. Zo'n zwarte, Timo heeft ook zo eentje. En beneden is het ondertussen ook al opgeruimd. En we hebben een bank trouwens, want die andere bank van het andere huis, zeg maar, die hebben we gewoon laten staan. Want daar wouden die mensen graag en wij wouden er vanaf. Dus dat is ook goeie. Ondertussen hangt ook de kapstok er. En schoenenkast, zeg maar. En we kunnen even kijken. De deur dicht, hè? Snapt het natuurlijk wel. Misschien heb je het net gezien al daar. Want we hebben ook een nieuwe prullenbak. Ja, ja. En nou komt de bank. Nou, kijk. Zoals je kan zien. De bank. En een stoel. Die is... Hier is een batterij en dan kan die naar voren en naar achter en zo. Dus, ja, en dan af en toe moet je gewoon die batterij een keer opladen. Dus leg je even die stoel aan de stroom. Dus dat is wel makkelijk. Maar we hebben nog een bank. Ja, ja. Een twee zitten volgens mij en drie. Weet ik hoe het allemaal is, jongen. Ik weet er helemaal niks van. Maar in ieder geval hebben we nou twee banken. En eerst hadden we gewoon een hoekbank. Dus is mooi. Maar er is nog wat nieuws. Ze hebben vandaag de schutting ingezet, of althans een deel van de schutting. Morgen of vrijdag gaan ze volgens mij de rest zetten. We gaan even kijken. Kijk, ze hebben hier alvast het deel gezet. Dat is van de buren. Nou, dat was dus ook weer de tuin. Maar natuurlijk is het nog niet af, hè. Want er ligt overal gewoon nog zand. Dat hebben ze zelf natuurlijk ook wel gezien. En de schutting moet er nog gezet worden. Tenminste, de platen, de houten platen van de schutting. Of weet ik veel wat er voor materiaal gaat worden. Maar volgens mij hout. En volgens mij gaan ze dat vrijdag leveren. Of neerzetten in ieder geval. Denk ik, want dat was de enige dag nog dat ze hier kwamen. En anders lopen ze gewoon keihard uit. Nou mensen, ondertussen is het donderdag, dezelfde week. En kijk eens achter mij. Oh, de schutting staat er al. En ik dacht eigenlijk dat die morgen pas zou komen, maar ja, weet ik veel. Maar ze zijn ook al met de tuin begonnen, moet even kijken. Hier zo lag eerst gewoon afgegraven, zeg maar. Hier komt gras. Daar hebben ze nou wit zand neergeflikkerd. En kijk eens, stenen. Oh. Ze gaan morgen verder met de tuin, want het is ondertussen al bijna 5 uur of zo. Dus mooi. Hier komt het gras. Maar dat heb ik al 5 keer gezegd of zo. Yo mensen, het is ondertussen al donderdag. En ze zijn al een stuk opgeschoten met de tuin. Hij is al af eigenlijk, ze hoeven alleen maar in te voegen die stenen. En over het tank, even kijken als ik het zo kan zien.
Nee, maar volgens mij over 3 minuten gaan de sproeiers aan op het grasveldje. Het is allemaal computer gestuurd of zo, ik weet het ook niet. Dus even kijken hoe dat werkt. Nou jongens, we zijn buiten en even kijken. Er zit daar al een container en je ziet al stroom. Hey. En tadaa. Spulletje. En even kijken hoor. Je ziet als het goed is, waar zat hij nou? Hier heb je een klein gat. En daar zit een sproeier in. Die wordt omhoog gekomen, een stukje verder. Even kijken, waar zit hij nou? Hier zo, in de andere hoek heb je nog een sproeier. En als het goed is gaan ze zo aan, maar ik weet niet, want je hebt hier zo'n klok. Kijk, het is helemaal gewoon een soort PLC is dat eigenlijk. Oh, het is nog 8 minuten, hij staat achter dus. En om 7 uur gaat dus de sproeier aan, zoals je kan zien. Ook remming. Dus als je gaat hier zo de grond in. En dan komt die. Ja, de ene is voor de sproeiers dus. De andere is voor, die komt hier uit de grond. En hier zo zitten allemaal kleine gaatjes in die buis. En dat zorgt ervoor dat die planten dus automatisch water krijgen. En die buis die gaat ook nog even kijken. Hieronder ook helemaal zo. En dan komt hij hier dus weer omhoog. Hij mag 2 weken nog niet op dat gras komen. Maar ziet er mooi uit. Ik heb dus even getimed. En het is nu 59, dus nog 1 minuut. Maar om iets over de minuut, ja, dan gaat hij aan. Dus ik ga even timen weer voor wanneer ik moet filmen. En dan als het goed is heb ik hem dan. Oké, jongens, nog iets van 5 seconden. En... ja! Oh! Kijk! Oh! Hier die andere. Nou, dat was dus de sproeiers. En nu gaan we door naar de... naar de drupslang. Dus die zie je nou. Ik ben beter even. Hier tot daar. Die hadden zo hier op de lijn staan. Nul hadden gestaan. Die heeft een dien had. Maar dat hoekje, dat stond er toch op. Of hadden we dan? Drupslang werkt ook gewoon, jongen. En ondertussen is natuurlijk niet alleen iets in ons huis veranderd. Maar wij waren zeg maar halverwege de opleveringen, kregen wij ons huis. Dus ondertussen is morgen de laatste oplevering, dus allerlaatste huis. En de stratenmakers en zo, die hebben natuurlijk ook niet stilgezeten. Hè? Dus we gaan even een rondje lopen. Kijk, daar is natuurlijk ons huis, hè, daar op de hoek. En dit is het veld. Met al de bouwketen. Nou, de helft is ondertussen al weg. En ja, morgen wordt dus het laatste huis opgeleverd. En dit, toen wij hier aankwamen, was dit was al helemaal bestraat zo. Maar dit bij ons nog niet. Dus gaan we nou even kijken. Kijk. Nou, dit is dus bij ons, hè. En hier hebben we nog niks aan gedaan, dat komt allemaal nog wel. Hier is nog wit zand over van de achtertuin. Die hebben ze dus vandaag afgemaakt. En hier zo hebben ze stoep gelegd. Dat is al 2 weken zo, denk ik of zo. En deze straat is ook al een anderhalve week af. Ze zijn nog niet helemaal klaar, want volgens mij moet daarachter, waar we nou heen gaan lopen, moet nog een klein stukje. Maar dit hebben ze ook, ja, denk anderhalf of ja, een week geleden of zo gebouwd. Neergelegd. Dus, maar hier om de hoek is nog niet af. Kijk, hier moet je dus ja, nog een beetje werken, zo, als je kan zien. Oké, daar zo. Ja, ik weet niet of het kan zien, ik loop zo wel even naartoe. Daar is nog niet af, want hier om de hoek gaat nog een straat en die gaat dan achter die huizen langs. En dat is dus nog niet klaar.
En zoals je kan zien, dit ook niet. Dus ga even nou achter kijken. Daar zo achter, hier zo net woont een collega van mij, of woont een collega van mij nou. Die zat al. Oei, kijk! Hey! Nou hing die dus weer even aan het raam, of uit het raam, want net hing mijn andere collega uit het raam. Maar die is er bij hem aan het klussen. En zoals je kan zien, we zijn aan het eind van de straat, hier is nog helemaal niks. En daar loopt helemaal achterom, want daar ligt al een hele hoop zand, dus ik ga er ook niet verder heen. Want dat is toch nog niks. Yo mensen, en vandaag zijn ze de rolluik aan het plaatsen, kijk. Het is nu 4:15, we zijn net terug van het werk. En bij mij zit die al. Daar zo, ik weet niet, kan je het wel zien? Het waait fucking hard buiten. Kan je misschien wel zien aan dat dak van het schuurtje. Kijk, wat? Maar goed, is hier nog een beetje stoffig. De gang is één grote Sahara. Dus we gaan even buiten kijken. Kijk. En daar zo boven. Ziet er mooi uit. We staan er dood. Mensen, we hebben een nieuwe ding. Upgrade voor het huis, voor de zolder. Eerst hebben we sowieso alvast dit hier zo neergezet. We hebben kwartslag gedraaid. Die van Timo stond eerst daar. En daarvoor zelfs hier zo. En die hebben we nou er tegenaan gezet. Nou hebben wij een nieuwe bank gekregen. Voor op zolder, die komt hier zo in deze hoek en dan komt daar een, ja, een soort tv'tje of zo ongeveer. En ja, dus even al die dingetjes openmaken en dan gaan we hem lekker bouwen. Waar zit die? Die kutdoos. Een lomp grote doos was daar. Maar jullie krijgen nou een timelapse te zien van hoe wij dat ding even in elkaar flatsen. Dus let's go! Nou, de bank is klaar, of tenminste in elkaar gezet. Nu hebben alleen deze twee kussens er nog op. En daar staat hij. Oh, die is goed.